IJzers kleermaker, mijn heer Grijs, had zijn zaad naar zijn paleis. Dan kwam de keizer, wel 12 keer, elke dag naar heen en weer. Want hij was verschrokken, kleren, pakken, mantels, hoeden, veren, gestrikte vesten van rode zij. Kale knoopjes op een rij. Het paleis was vol goud en diamanten. En een kaaier en kamerdienaar. Die de hele dag niets anders deden dan persen, strijken en de keizer kleden. Met kleren kunnen vervaardigd zijn voor een keizer met een mini-klein. Bij hem kwamen op de eerste plaats zijn kleren en de mensen het laatst. Neem nou de lakai, die per ongeluk iets morste op een kledingstuk. Hij werd dadelijk in het openbaar opgehangen aan zijn haar. Een andere lakai, die jammer genoeg tijdens het plassen een pluisje oversloeg. Een lieve God, net als een kleding, dat men mijzelf en overleef. De dienaar die wat snuif had gemorst op de gouden maanwand van de vorst, werd vermalen in een machine tot de eerste klas, die heet margarine. Het volk had hem het liefst zelf gepakt, gevierendeeld en in mootjes gehakt. Dus kwamen 12 slimme mannen, stiekem bij één voor snode plannen. Mijn bedoeling was die grote smeerlap van de troon te stoten. De slimste van hen riep op een nacht. Ik heb een prachtig plan bedacht. Ga met mij mee tot op de hoek. Bij Skeinders kleermaker op bezoek. Om hem haar fijn uit te leggen. Wat te doen en wat te zeggen. Het plan werd heel goed voorbereid. Samenzwering was een feit. Het werd winter. Met veel sneeuw dit jaar. De vrede keizer ging dagelijks naar de Heuvelrug. Op weg daarheen ging hij langs de kleermakerzaak. Heer Grijs riep uit. Oh, majesteit, ik was vandaag precies op tijd. Eindelijk, na jaren heb ik het. Een stof geweven in Tibet. Zo goddelijk mooi, zo rag en rag fijn. Als stoffen maar hoog zelden zijn. Is het een fabel of een sprookje misschien? Zoiets moois heeft u nog nooit gezien. Wat een geluk, riep de tiran. Ik koop er iedere meter van. De kleermaker boog diep en zei. O sire, het lijkt tovenarij. Ook bij strenge vorst houdt deze stof u net zo lekker warm alsof u binnen audiëntie houdt. In een beetje van gesmolten goud. Bij een noordenwind als een orkaan hoeft u niks eronder aan. Oh, dan wil ik er bijna een skibak van. En nu was het 2. Een lang en kort. Het maakt niet uit hoe duur het wordt. Laat die het wel, ja, haal het maar. Ik ben er heel nieuwsgierig naar. De kleermaker deed heel verbaasd. Maar. Sire, kijk, u staat ernaast. De keizer riep. Waar is het dan? Hier, sire, ik heb het in mijn hand. De keizer rukte en zijn haren gilden. Waar dan? Waar? De kleermaker zei, niet zo snel. Wacht totdat ik u over de stof vertel. Hij is onzichtbaar voor idioten, voor stommelingen en maloten. Voor een dwaas, een hypocriet, bestaat stof eenvoudig niet. Maar u, zo slim, zo wijs en goed, glimlacht het ongetwijfeld tegemoet. Op dat moment ging de voordeur open en kwamen de 12 binnenlopen en riepen: mooie stof is dat. Ik wou dat ik daar een pak van had.
Heer Grijs met een gespeelde zucht hief lege handen in de lucht en zei: Nee, heren, tot mijn spijt is dit slechts voor zijne majesteit. Om niet te verraden hoe stom hij was, deed de keizer uitzinnig in zijn sas. Is het niet goddelijk, hibbelde hij. En dat is allemaal voor mij. Ik wil er graag een skibak van en alles wat er nog meer uit kan. De slimme mannen riepen in een koor: O majesteit, u was ons voor. Wat zult u warm zijn in dat spul? Bij 20 graden onder nul. De dag erop een keer maak ik huis. Dat was pas in het eerste lijst. Van het geld van de man de ondersteuning van het plan. Sire, zei Grijs, trek alles uit. Dit pak is zo warm op uw huid, er hoeft niks onder. Grote vorst. Zelfs geen haar op uw borst. Heer Grijs maakte volgens plan er een compleet toneelstuk van. De blote keizerlijke oen. Helemaal niks aan te doen. Goed zo, sire. Even kijken. Hier uw arm. Nu de rits. Voelt het niet warm? Trekt het niet? Zit het hier goed? Of vindt u dat het wijder moet? Voor de kleermaker zo bezield de domme keizer beter hield, hadden de slimme mannen met de verwarming maar hoog gezet. Al had de keizer buiten krijgt geen ene draad meer aan zijn lijf, hij begon te zweten en te hijgen. Dat u het zo warm zou krijgen, had ik het nooit gedacht. Het is speciaal voor in de sneeuw. Echt ideaal. Toen plots verscheen de keizerin. Met haar gehele hofhouding. Ze staarde stil met open mond. Naar de keizers. Blote kom! Hij draaide rond, zo naakt als wat, zonder zelfs een vijgenblad. En riep koket: Kijk, Albertien, zo pak heb jij nog nooit gezien! De hofdame slaakte hoge kreetjes! Leven hun ogen toetelt spleetjes. Terwijl hun getige blikken gleden over des keizers. Heerlijkheden. Ik nou, riep Ruud Albert. Wat een worstelijk gezicht. Ach, de keizerin verliet de zaal. Want zij kende het al allemaal. De keizer riep me na. Ja, hey. Ik als kindje, wie gaat mee? Zij schudde een hoofd. En hup, daar ging de keizer. Maar, naar de skierling. Hij deed zijn skis aan en skierde vlug in de richting van de heuvel. Toen kon het gebeuren dat alras de keizer stijf bevroren was. Het hele land jubelde blij. Nu zijn we eindelijk!